Ter gelegenheid van het 125-jarige bestaan van Bukwik Zutphen werd er op zaterdag 17 juni een wedstrijd gespeeld tussen een Zutphens elftal en Oud Feyenoord. Er is al eerder tussen deze twee gespeeld, waarbij het elftal van Bukwik toen won in Rotterdam met 2-1. Nu hebben ze met 4-3 gewonnen. De wethouder van sport, Kobi Pennings, gaf de aftrap. Oh,